en heren. Hartelijk welkom bij alweer de 42e aflevering van Licht op Leiden. We hebben vandaag een hele bijzondere gast. We hebben de nieuwe rector magnificus Hester Bijl van de Universiteit Leiden. Die in februari is aangetreden. Ja, toch wel onder een bijzonder moeilijk gesternte, moeten we zeggen, in deze tijd. We gaan met haar praten over haar werk als rector. Maar we willen ook heel graag weten wie Hester Bijl is. Welkom, Hester. Heel fijn dat je kon komen. Wij vallen maar direct met de deur in huis met straks een filmpje. Maar eerst nog even, de kijkers kunnen ons allemaal zien op kanaal 46 Ziggo. En nu ook sinds Pasen bij KPN via kanaal 1421. En als u opmerkingen, suggesties heeft voor deze rubriek, dan kunt u dat altijd doen op Licht op Leiden. Apenstaart sleutelstad.nl. Maar we beginnen met een heel bijzonder filmpje. En daar kijken we met heel veel aandacht naar. Salve, rector magnifique, iterumque salve. Vale, rector magnifique, iterumque vale. Dankjewel. Ruim 15 jaar gecombineerd rector-voorzitterschap heeft Universiteit Leiden vanaf vandaag weer een pure rector magnificus. Ik vind het een enorme eer dat ik deze prachtige functie mag bekleden na 4 jaar vice-rectoraat bij deze mooie universiteit. Met oog voor traditie en blik naar de toekomst. Met een breed spectrum aan wetenschapsgebieden en onderwijsprogramma's. Met geweldig gedreven medewerkers en met studenten uit binnen- en buitenland. Ik was al jong gefascineerd door wetenschap. Terwijl vriendinnen de popfoto lazen, had ik een abonnement op natuur en techniek. Mijn ouders hebben niet aan de universiteit gestudeerd, maar hebben me altijd gestimuleerd. Als scholier droomde ik van een leven lang studeren, om zoveel mogelijk te leren op een zo breed mogelijk terrein. Ik vind het echt geweldig dat ik me in kan zetten voor deze universiteit. Voor onze universitaire gemeenschap. De hele universitaire gemeenschap. Alle medewerkers, ondersteuners, onderzoekers, docenten en studenten. Voor onderwijs en onderzoek. Ja, dat was een heel aardig filmpje. En wat daarbij opvalt is ook de charme van degene die jij opvolgt, Karel Stolker. Die dat met zoveel plezier zijn ambt heeft overgedragen. Ik mag er even nog bij zeggen, wij mogen je en jij zeggen. Dus Hester, ja. Niet alleen hier hartelijk welkom, maar ook gefeliciteerd met dat je dit ambt hebt overgedragen gekregen van een zo charmant iemand als Karel Stolker, die heel veel betekend heeft voor de universiteit en ook voor de stad. Maar je volgt hem maar voor de helft op. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Er is wel een herschikking, heeft er plaatsgevonden van de rollen binnen het college van bestuur. Alle colleges van besturen van universiteiten in Nederland bestaan uit 3 personen. Mm-hmm. Dus dat waren we ook toen Karel nog voorzitter en rector was. Ja. Toen was ik vice-rector in het college van bestuur. Mm-hmm. En dan hadden we nog Martijn Ridderbos als vice-voorzitter. Nu hebben we een iets ander model. Dus we zijn nog steeds met z'n drieën. Ja. Maar nu is Annetje Otto is de voorzitter. Ja. En ik heb het rectoraat. Maar ook de portefeuille onderwijs die ik als vice-rector had, heb ik dus ook als rector. Dus
Ik ga nu over de academische gemeenschap, zeg ja, maar. Ja. Is dat eigenlijk een beetje de taakverdeling, dat de voorzitter van het college de algemeen manager is en de rector zich meer met onderwijs bezighoudt, of is dat toevallig? Nee, dat is zeker niet zo. Dus de rector gaat over onderwijs en onderzoek, echt het primaire proces, ja, ja. De academische gemeenschap, hoogleraarbenoemingen, wetenschappelijke integriteit. En de voorzitter is van de strategie, leidt de strategie, okay, ook de externe contacten. Ze doet ook valorisatie, diversiteit, duurzaamheid. Maar je bent een collegiaal bestuur, dus ja, je hebt elke portefeuille. Maar met z'n drieën ben je echt verantwoordelijk. Oké. Wat ik zo aardig vond in het filmpje, behalve de charmante Karel Stolken, was dat jij... zonder dat er naar gevraagd werd, zelf zei van, ik ben eigenlijk altijd al een stuurbol geweest. Ja. Dat is zo leuk. Dus van honger naar wetenschap, heb je dat als kind al? Ja, nieuwsgierig. Nou, ik vond het ook lesgeven heel leuk. Dus als kind speelde ik ook al juf met een buurmeisje. Maar ook, ja, ik ben gewoon een nieuwsgierig mens en wil graag heel veel leren. Ja. Kennis, vaardigheden, maar ook sporten of zo. Ik heb eigenlijk heel brede interesses. Ja. En ook op school had ik dus interesse in beta en alfa. Vond eigenlijk alles leuk. En zo ben je eigenlijk gewoon doorgegaan, stapje voor stapje. Ja. Totdat je die prachtige baret ging dragen. Ja, zeer eervol. Heb jij iets over je jeugd nog aan ons mede te delen? Hoe is het allemaal gekomen? Waar kom je vandaan? Je bent geen Leidse? Ik heb wel gestudeerd in Leiden, ja, dus ik ben wel een alumna. Ja. Maar ik ben opgegroeid in Voorburg, tegen Den Haag aan. Mm-hmm. Mijn middelbare school stond in Den Haag, het Haagse Montessori Lyceum. Oh ja. Met veel plezier daar geweest. Geen van mijn ouders heeft gestudeerd, maar ze hebben me altijd wel gestimuleerd. Okay. Op mijn 10e al nam mijn vader me mee naar de open dag van de TU Delft, de elektrotechniek. Ja. Ik weet nog steeds de bliksem inslag in een hoogspanningsmast die daar werd gesimuleerd. Heel geweldig. Ja. Na mijn middelbare school ben ik aan de TU Delft gaan studeren wiskunde. Maar na een paar jaar ben ik daar Engels bij gaan doen in Leiden. In deeltijd was ook ontzettend leuk. Had ik 's avonds college met ook een heel andere populatie dan de studenten waar ik in Delft tussen zat. Wiskunde en Engels. Ja. Ja, dat is ook een vrij zeldzame combinatie, toch, denk ik? Ja, het heeft misschien een beetje ook wel met mijn ouders te maken. Mijn vader heeft HTS de elektrotechniek gedaan en had ook echt een voorliefde voor wiskunde. Dus al vroeg deden we allerlei wiskundesommen en puzzels samen. En mijn moeder was docent Engels. Dus daar komt denk ik de interesse wel vandaan. Ja. Maar nog steeds, ik vind eigenlijk alle wetenschappelijke gebieden mooi. En toen ben je na je afstuderen, ben je afgestudeerd in beide disciplines? Ja. Oké. Ja, dus ik ben afgestudeerd eerst in Delft. En toen ben ik gaan promoveren in Delft. En heb ik tijdens mijn promotie mijn studie Engels afgemaakt. En afgestudeerd in de taalkunde hier in Leiden. Ja. Okay. En hier in Leiden, ben je toen de wetenschap ingegaan? Nee, toen ben ik de wiskundewetenschap ingegaan. Dus ben ik een promotieonderzoek gaan doen in Delft. Mm-hmm. Mijn vakgebied was het rekenen aan stromingen, luchtstromingen onder andere. Daar ben ik in gepromoveerd. Heb nog een tijdje in de Verenigde Staten gezeten. En na mijn promotie heb ik 2 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Okay. Ik vond het superleuk aan de universiteit. Ja. Onderzoek, maar ook echt samenwerken met studenten, het onderwijs en begeleiden. Maar ik dacht wel, als ik daar nu voor kies, dan heb ik eigenlijk nooit iets anders gedaan. Zeker. Dus ik had mijn promotor gevraagd, hoe lang kan je eruit als je weer terug wil komen? Had hij gezegd 2 jaar. Dus 2 jaar bij de Boston Consulting Group gewerkt als consultant. Verschillende opdrachten gedaan in het bedrijfsleven. En toen was er een prachtige positie bij een andere faculteit in Delft. Bij de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek. Precies in mijn vakgebied. Okay. Zocht ze een universitair docent. Dus daar ben ik in 1999 begonnen. Oké. En hoe ben je in Leiden terechtgekomen uiteindelijk? Ja, goede vraag. Nou, uiteindelijk allerlei stapjes doorgemaakt in Delft. Op een gegeven moment hoogleraar geworden. In een van de instituten daar geleid in de faculteit. En mijn laatste functie was decaan van de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek. En toen aan het eind van mijn eerste termijn belde Leiden of ik interesse had in een toen positie. Toen ben je weggekocht door Leiden. Ja, een positie in het college van bestuur als vice-rector. Ja. Ja, dat vond ik toch wel heel erg mooi. Daar kon je geen nee tegen zeggen. Nee, dat lijkt mij ook heel duidelijk. Oh, wat leuk.
Is het feit dat jij zelf uit Delft komt ook nog mede oorzaak van het feit dat er tegenwoordig tussen Delft en Leiden zoveel contacten zijn? Nou, ik niet persoonlijk, want dat gaat al ver voor het college waar ik aan deelnam. Maar het is wel het is een belangrijke partner voor Universiteit Leiden samen met de Erasmus Universiteit in de LDE-alliantie, de Leiden-Delft-Erasmus-alliantie. Dus het helpt natuurlijk wel dat ik die universiteit goed ken. Maar niet alleen samenwerking, ook gewoon heel veel studenten die zowel in Leiden als in Delft, want ik zie zelf bij de tentamens waar ik nog wel eens mag surveilleren, zie ik heel veel blauwe Delft-kaartjes. En dat zijn er studenten die zowel in Leiden als in Delft studeren. Ja, we hebben hele mooie gezamenlijke opleidingen. Ja. Bijvoorbeeld klinische technologie, medisch en technisch. Die doen we zelf samen met Delft en Erasmus. We hebben een paar hele mooie opleidingen tussen Delft en Leiden. Maar er zijn ook bijvoorbeeld minoren, dus keuzeruimte die studenten uit Delft en Erasmus Universiteit in Leiden kunnen volgen en andersom. Ja. En we willen graag nog meer mogelijk maken. Want juist die combinatie van vakgebieden, disciplines en ook die verschillende culturen, de verschillende stijlen met elkaar in aanraking brengen, denk ik dat heel goed is. Dus de strijd tussen Njort en Laga heeft uiteindelijk niet geleid tot verwijdering van de beide universiteiten, heet het nu natuurlijk. Zeker niet, maar die blijft natuurlijk wel. Jawel. Vroeger zeiden we, het is maar een hogeschool. Maar goed, toch in ieder geval denk ik dat we eventjes nu een paar filmpjes, een paar foto's moeten gaan zien. En die kan je even misschien wel uitleggen, want dit zijn wel hele jonge studenten. Ja, dit was zo mooi. Dit was een Meet the Professor in Dias Natalis eerder. Waarin hoogleraren van de Universiteit Leiden de lagere scholen ingingen. Ja. En daar een soort college gaven. Ja, okay. Nou, ik heb nog nooit zulke geïnteresseerde studenten meegemaakt. Het was echt geweldig. Ik was op het laatste groep 8 op een school. Heel veel vragen. Ja. Niet alleen over waar ik iets over vertelde, mijn vakgebied. Zeker. Maar ook hoe het is om hoogleraar te zijn. Okay. Hoe het is op de universiteit. Het was enorm leuk om te doen. En daar hebben we natuurlijk nog wel wat meer foto's. Hoe leuk het is om hoogleraar te zijn. Want je hebt hier natuurlijk, je bent hier een volledige uitmonstering, om het maar even zo te zeggen. Allemaal op de fiets. Maar we hebben alles precies, maar we hebben nog een hele aardige foto ook van jou op de fiets. Precies. Zoals je hier bij de Hortus net gaat vertrekken, geloof ik. Ja. Leg even uit hoe. Ja, heel veel hoogleraren in toga op de fiets naar heel veel basisscholen in Leiden. Het was echt enorm leuk. Dat was leuk. Bij diezelfde gelegenheid. Bij diezelfde gelegenheid. Het is de geboortedag van de universiteit, die we jaarlijks vieren, waarop ook de rectoraatsoverdracht was. Ja. Op die dag hebben we dit georganiseerd. Kijk, we zijn echte mensen. Dat zegt eigenlijk deze foto wel. Hè? Nou, was superleuk. En de hoogleraren waren ook zo enthousiast. En dan hadden we een lunch samen en iedereen vond het geweldig. Ja, precies. Hebben we geloof ik nog een paar foto's van jou. Oh ja. Hier, dit is ook een hele mooie natuurlijk. Op het echtste universitaire plekje van heel Leiden natuurlijk. Zeker. Ja, het was wel een beetje koud. Ja, precies. Ja. Precies. En we kunnen natuurlijk niet aan de gang blijven bij dit soort dingen. Want wij moeten naar het eigenlijke hoofdonderwerp, Hester Bijl en de universiteit. Zeker. Moeten we. Ja. En dan wilde ik eigenlijk voorstellen dat we ook toch weer beginnen met een filmpje van een cortège uit 2019.
Ja, dit is een heel mooi filmpje ook. Bij gelegenheid van het 444-jarig bestaan. Ja. De 444ste dies natalis van de universiteit. Toen kon dat allemaal nog, deze stoeten. Het lijkt nu wel alsof het in de prehistorie ongeveer is opgenomen. Dat wel. Het geeft toch ook wel weer aan hoe die universiteit eigenlijk ook leeft. Ook vooral bij al die medewerkers zelf en bij de hoogleraren die daar ook dat stoeten en zo. Dat is, dat is er ook prachtig. En zo. Plechtigheden is heel belangrijk. Zeker. Als je nu mag zeggen waar de universiteit op dit moment staat in de maatschappij, niet alleen in Leiden, maar überhaupt, is de invloed van de universiteit of het gewicht van universitair onderwijs, is dat toegenomen of is het juist afgenomen? Ik zeg er maar even bij dat ik met verbazing vorige week heb gemerkt dat er in de Hofvijver een aantal hoogleraren in het water sprongen. En toch weer heel anders dan wat we bij deze stoet nu net hebben gezien. Hoe zit dat? Ja, klopt. Het hangt vanaf welke kant je het bekijkt. Dus op dit moment hebben we aan de Universiteit Leiden een hele mooie brede universiteit. 32.000 studenten in de bachelor en in de master. Dus 32.000 studenten. Een enorm aantal. En je ziet ook in Nederland zijn heel veel meer studenten naar het wetenschappelijk onderwijs gegaan, naar het hoger onderwijs. Mm-hmm. Dat was ooit ook een doelstelling van het kabinet. En dat is ook echt gehaald om het percentage dat hoger opgeleid is omhoog te verhogen. Dat is goed voor de economie, maar ook voor het geluk en het welzijn van de mensen. Ja. Maar wat je ziet is dat daardoor wel het universitair bestel en eigenlijk waar wij mee bezig zijn onder druk is komen te staan. Want we willen heel goed onderwijs geven aan al die studenten natuurlijk. Ja. Maar daarnaast is cruciaal voor een universiteit als Leiden de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Goed onderzoek in verbinding met het onderwijs. En dat is eigenlijk steeds meer in de knel gekomen. En wat legt het dan af, het onderwijs of het onderzoek? Nou, uiteindelijk is het toch, niets legt het af. Eigenlijk de medewerker legt het af. Want die gaat, als er een student voor hem of haar zit, gaat in eerste instantie voor de student. Dan 's avonds nog voor het onderzoek, want dat is ook hun passie. Ja. En de werkdruk is daardoor echt enorm toegenomen. Er moet ook veel moeite gestoken worden om geld voor het onderzoek binnen te halen, om promovendi aan te kunnen stellen, voorstellen te schrijven die dan weer afgewezen worden. Dus er gaat heel veel tijd zitten om dat onderzoek mogelijk te maken. Dus de werkdruk is echt enorm toegenomen en er is dus echt een groot knelpunt in het onderwijs. Eigenlijk in komt het onderwijs. Op neer dat je zegt, het onderwijs op zichzelf is niet in kwaliteit teruggelopen. Het onderzoek ook niet echt. Nee. Omdat men daar in Leiden natuurlijk nog buitengewoon alert op is. Zeker. Maar het is in feite de medewerker die daar onderdoor gaat als ze op deze manier doorgaan. Ja, exact. En dat gevoel hadden we al, maar het ministerie heeft een opdracht gegeven aan een consultant PricewaterhouseCoopers. En die heeft ook gekeken wat kost nou eigenlijk het onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. En die is ook tot de constatering gekomen dat er echt sprake is van onderfinanciering. En dat er allerlei efficiëntieverbeteringen al plaats hebben gevonden. En dat het nu echt zo ernstig knelt dat er echt significant geld bij moet. En als er meer geld beschikbaar zou komen, bijvoorbeeld in de kabinetsformatie, dat zou zomaar kunnen dat meneer Cenk Willink zegt, let daar ook nog eens een keer op. Waar gaat dat geld dan naartoe? Naar betere salarissen of gaat het naar meer medewerkers en een betere bestaffing? Nou, dan gaat het naar betere bestaffing. Dus de salarissen staan nu niet ernstig ter discussie. Ja. Dus meer medewerkers om het werk te doen. Ook jonge onderzoekers die we echt een kans willen geven. Meer vaste contracten. We hebben vaak wel veel tijdelijke contracten, omdat we soms onzekerheden hebben over budgetten. Mm-hmm. En dat komt het onderzoek ten goede. En dan kunnen we nog veel beter fundamenteel onderzoek doen. Dat gaat leiden tot allerlei doorbraken in de maatschappij. Ja. En dat is ook beter voor de studenten. Die krijgen dan ook weer, hebben nog wat meer tijd en kunnen ook nog meer profiteren van het onderzoek. Ja, de VSNU heeft het daar natuurlijk heel vaak over, de vereniging van alle hogescholen en universiteiten in Nederland.
Vormen jullie wel een adequate lobby? Je zou eigenlijk moeten zeggen, al die mensen in de Tweede Kamer en al die uit die kabinetten, de helft daarvan heeft toch minimaal universitair onderwijs. En de helft daarvan komt weer uit Leiden zo ongeveer, ja, toch? Ja, zeker, zeker. Met alle universiteiten samen doen we daar ontzettend ons best voor. Direct, maar ook in de kenniscoalitie werken we daarin samen met hogescholen, Vereniging van Hogescholen. Werken we ook samen daarin. Dus we hebben daar ook brede coalities die daarvoor de lobby voeren. Neemt Leiden in dit soort discussies ook vaak het voortouw als oudste universiteit? Ja, zeker. We spelen daar zeker een significante rol in. Ja, op dit moment zit ook een van onze collegeleden, Martijn Ridderbos, in het bestuur van de VSNU. Okay. Dus die heeft daar heel direct invloed op. Okay. Ja, we doen heel hard ons best. Als je Leiden nou plaatst te midden van zeg maar de toonaangevende universiteiten in de wereld, is dat te veel gezegd? Nee, zeker niet. Nee, Nee hoor. En wat je ziet, we staan ergens, dus er zijn allerlei verschillende rankings en die wegen weer dingen een beetje anders. Maar we staan in de top 100 van de hele wereld. Een top 100 universiteiten, er zijn zo ontzettend veel universiteiten, is echt een prestatie. Ja. Ook überhaupt de Nederlandse universiteiten doen het vrij goed, maar Universiteit Leiden speelt zeker verhoudingsgewijs heel goed voor. Ja. En iedereen zegt, niet alleen de oudste, maar toch al nog een van de allerbeste universiteiten, dat zeker. Zeker. Dat is niet eenvoudig. Om die positie vast te houden, denk ik. Hebben jullie daarvoor ook bepaalde middelen dat je zegt, nou, bijvoorbeeld, wij werken meer dan gemiddeld samen met het bedrijfsleven? Ja, we werken samen met het bedrijfsleven om natuurlijk ook te zorgen dat de ideeën die we hebben. Vroeger was dat een vloek, hè? Inkomen. Ja, nou, het Bioscience Park is toch al wel een tijd daar. En als je ook kijkt welke rol ook de fundamentele wetenschap van Universiteit Leiden, het LUMC, heeft gespeeld in vaccins die nu echt extreem nuttig zijn, dan is het op zich niet totaal nieuw. Ja. Maar we werken ook samen met grote maatschappelijke organisaties, overheden. De gemeente kunnen we ook altijd heel goed mee vinden. Maar ook internationaal, met top internationale universiteiten, werken we samen in onderwijs en in onderzoek. Als we naar de toekomst kijken, dan vraag ik eigenlijk of we daar eerst ter inleiding een tweetal foto's voor kunnen laten zien. Dat is er allereerst één. Is dat in de UB of nou, dat is ergens bij een universitair. Dat zou ook wel het Lipsius kunnen zijn. Lipsius, denk ik. Denk ik ook het Lipsius, ja. Dat zijn de bekende coronabeelden, zal ik dan maar zeggen. Maar we hebben nog een veel aardiger, vind ik persoonlijk zelf. Want deze foto is natuurlijk niet toevallig zo genomen. Er zit een jongen te studeren. En dit meisje dat wapent zich voor het naar binnen gaan, denk ik. Goed, dit zijn twee coronabeelden. Het is ook een beetje obligaat, dit soort foto's. Maar het stelt mij toch wel, voor de vraag. In hoeverre hebben jullie studenten nou last gehad van de coronatijd? En hoe gaan jullie dat proberen te bestrijden, de gevolgen? Ja, nou, de studenten hebben enorm last gehad van de coronatijd. Mm-hmm. Aan de ene kant zijn er dingen heel goed gegaan. Als je kijkt, we hebben 1 week nodig gehad toen de lockdown daar was om de switch te maken naar online onderwijs. Ja. Dus hebben we keihard aan gewerkt. Alle medewerkers zich enorm ingespannen en dat is eigenlijk heel goed gelukt. Mm-hmm. Ook de studievoortgang van de studenten is beter dan ooit. Dus we halen meer studiepunten dan ooit. Okay. Er is ook niet zo heel veel anders te doen. Maar als je kijkt naar hoe het met mentaal welzijn gaat met de studenten, motivatie, hoe ze zich voelen, het psychisch welzijn, dat gaat niet zo goed. Kunnen jullie er wat aan doen? Ja, we doen wat we kunnen. Er kunnen zeker wat aan doen. Wat we hebben gedaan is verschillende dingen in stelling gebracht. Dus voor de nieuwe eerstejaars die in september zijn begonnen en dus eigenlijk de stad niet kenden, de universiteit niet, de opleiding niet, hebben we tutorgroepen gemaakt. Dus kleine groepen van 10, 15 studenten binnen
een opleiding met een studentmentor en een docent-tutor die echt hen begeleiden om hun weg te vinden en elkaar te leren kennen. Want ook die ontmoeting mis je tussen student en docent, maar ook tussen de studenten. Ja. Dus dat in het tutoraat. We hebben hadden al een groot studentenwelzijnsproject waar we gestart, maar dat hebben we geïntensiveerd. We hebben peer support groups, we hebben e-health applicaties. We houden ze nu dan. Is een gigantisch werk natuurlijk. Ja, we hebben studentpsychologen die druk hebben. 30.000 studenten die je dan op deze manier nog moet... Keihard. Iedereen is zich daar heel hard voor aan het inspannen. Ja. Maar om iedereen te bereiken is echt heel erg moeilijk. En gaan jullie die achterstand die sommigen toch hebben nog op een bepaalde manier proberen in te lopen? Nou, in studiepunten is er dus niet echt een achterstand. Okay. Het is vooral hoe ze zich voelen. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat we snel weer studenten op de campus kunnen ontvangen. We hebben zo lang mogelijk ook studiewerkplekken opengehouden, laboratorium-experimenten nog mogelijk gemaakt. Ook geprobeerd dat de tutorgroepen nog bij elkaar kunnen komen. Maar we hopen heel erg dat we de studenten weer op de campus kunnen ontvangen voor die cruciale ontmoeting. Ja. Campus, dat doet mij ook denken aan de twee plaatsen waarin de Leiden Universiteit zich nu manifesteert. Hè? Leiden en ook Den Haag. Ja. Is de angst dat de alma mater straks gaat verhuizen naar Den Haag. Is die angst gegrond of niet? Zeker niet, nee. We hebben een prachtige campus in Den Haag, maar Universiteit Leiden, daarvoor is de stad Leiden cruciaal. Dat is de basis, de oorsprong van onze universiteit, waar ook zeer veel faculteiten gevestigd zijn. En dat zal zeker zo blijven. Dus daar zijn we ons heel erg voor aan het inspannen. We zijn ook aanwezig in Den Haag met één faculteit en met activiteiten die goed passen bij de stad Den Haag. Dus de stad van vrede, recht en veiligheid. Ja. Ook gezondheid in grootstedelijke omstandigheden. Daar doen we in Den Haag zaken in. Een paar grote brede opleidingen. Maar ja, de relatie dus het is meer ook Den Haag de plus Leiden. En niet Leiden min. Zeker. Het gaat niet ten koste van... Absoluut niet. Nee, Leiden bloeit. Van de 446 jaar dat de universiteit in Leiden zich heel gelukkig heeft gevoeld. Overigens... het gaat tussen stad en universiteit steeds beter, merken we. Dat heeft ook te maken met de huidige burgemeester en de vorige en ook de huidige rector. Zo mag ik denk ik wel zeggen. En dat is misschien ook goed om dat te horen. Ja, zeker. Ik heb net gewandeld met de burgemeester door de stad. Kijk. Maar ook Karel Stokke heeft daar een geweldige rol in gespeeld. Ja. En samen met Henry Lenfrink in die verbinding. Ja. Die echt cruciaal is, want de stad is heel belangrijk voor de universiteit. Zeker. En de universiteit voor de stad. En we, daar kunnen we eigenlijk nog meer profijt van hebben. Een laatste vraag. Dat gaat ook over jouw persoon, als het mag. Als ik naar universitaire tentamina kijk, dan zie ik dat daar ongelooflijk veel vrouwen deelnemen. En ook in de beta-vakken zelfs is dat opvallend, die stijging daarvan. Het glazen plafond, gaat dat ooit helemaal verdwijnen in Leiden? Of wat is jouw verwachting? Nou, ik denk dat we sommigen er al aardig doorheen gebroken zijn. Dus we zijn nu in het college met twee vrouwen, wat heel erg bijzonder is, denk ik, en fijn. Ik hoop ook dat dat een voorbeeld is. En dat die cortèges ook wat anders absoluut, uit gaan zien. Absoluut. Nou, we zijn inmiddels, is 30% van onze hoogleraren vrouw. Okay. Maar daar houden we natuurlijk niet bij op. Dat gaat zeker gebeuren. Oké. Dankjewel voor dit gesprek. Ik weet zeker dat Leiden jou nu een stuk beter kent. En dat vinden we het allerbelangrijkste. Ga door met je zegenrijke werk, zou ik zeggen. En volgende week zijn wij er weer in Licht op Leiden. Dan is Rens Heruwer in gesprek met Alexander Pechtold. Ook een niet onbelangrijke gast. Oud-wethouder van Leiden, oud-burgemeester D66 Leiden. En op dit moment directeur van het CBR. Ook een niet onbelangrijke als je kijkt naar wat er allemaal daar moet gebeuren. Dus wij kunnen u die uitzending van harte aanraden. Tot de volgende keer.